hebben gasten, dus Manja van het La Capella Koor. A Capella Koor. A Capella, hè. Het is altijd, ik zeg La Capella, maar het is A Capella. Nou, La Capella klinkt ook leuk hoor, maar het is het. Ja, vind je dat ook leuk? Oké. Hey, hoe heet het koor? Vocal Group Timeless. Timeless, ja. Oké. En hoe lang zit jij er al bij het koor? Ik zit er zelf bij sinds 2018, dus het is een goede 6 jaar, zeg maar. En het bestaat al langer dan 20 jaar. Zo? Ja. Zo. Ja. Ik ben erbij gekomen toen ik naar Voor de Putten ging verhuizen. Ik zong in Rotterdam, maar dat vond ik te ver vanaf het eiland. Wat voor koor was dat toevallig in Rotterdam? In Rotterdam was het een popkoor. Dus een het was, popkoor? Ja. Dus het was eigenlijk met heel veel mensen, man of 50 waren er. Zo. En dan maakt het ook niet zoveel uit of je nou wel meezingt of niet meezingt, eerlijk gezegd. Dus ik zocht wat anders. Ik zocht echt iets waarvan ik dacht van nou, ik wil eigenlijk meer mijn best doen om ook het verschil te maken in een koor. Ja, ja. En dat kan bij een a cappella koor, want dan heb je verschillende stemgroepen. En dan zing je dus eigenlijk zonder begeleiding. Dus zonder begeleiding van piano of iets anders. En dan komt het aan op het zuiver zingen met elkaar. Ja, vind je het niet leuk met een orkest erbij? Is ook leuk, moet ik zeggen. Het is eigenlijk allebei. Dus ja. Het zou het helemaal mooi zijn als we het allebei hadden. Maar ja, je moet toch keuzes maken in het leven. Ja. Was dat in Oud-Rotterdam ergens? Dat was in Spangen. In Spangen? Ja, oh, daar ben ik nog geboren ook. In. Ja, maar heel toevallig weer Spangen. Ja, maar het bestaat niet meer, weet ik nu. Oké. Okay. Nee. Ja, in Spangen heb je ook Sparta, maar dat is ook niet meer wat het eigenlijk was. Dus, nee, dat verandert allemaal, hè? Precies, hey, maar toen ben je verhuisd naar? Naar Zuidland. Naar Zuidland, oké. En daar kwam je dat koor achter wat... Nou, voordat ik wist dat ik ging verhuizen en toen ben ik al gaan zoeken. Want ik wist al van ja, dat wordt natuurlijk toch... Ik wil blijven zingen, dat in ieder geval. En toen ben ik gaan speuren naar koren in Voorne Putten. En er zijn best heel veel koren in Voorne Putten. Ja. Maar niet zo als Timeless. Timeless is toch wel uitzonderlijk. Ja. Doordat het niet zo groot is. We zijn maar met z'n 14 op het moment. Dus dat betekent dat het echt wel belangrijk is dat iedereen er is. Iedereen er echt bij betrokken is om iets te kunnen zingen. Zeg ja, maar de stemmen die hebben natuurlijk ook een alt, een bas, een tenor, noem maar op. Precies, dus als er eentje wegvalt, ja, dan zit je. Wordt het lastig. Ja, ja, daarom. Ja. Ja, en dan zitten we weer richting de kerst, maar daar gaan we het zo even over hebben. La doet ook Marja af en toe met het koor. Zeker. Het koor Timeless, daar hebben we het nu over. Doe je het over la of niet? Nou, met inzingen, hè? Met inzingen. We hebben een dirigent natuurlijk en die moet altijd even opwarmen, je stem. Oh ja, doe je dat? Ja, en dan heeft hij dingen verzonnen die heel grappig zijn. Soms ook bijvoorbeeld met fruit van ananas en meloen, want je moet ook uit kunnen spreken natuurlijk. Maar ook la, komt er zeker voor. Oh ja, het fruit komt ook over je. Ja, de kiwis. De kiwis. Kiwi. Ja, dat is precies zo. Ja, op die manier. Zo, ja, op die manier. Ja. Zeg, maar ja, nou, je zit bij Timeless. We gaan natuurlijk richting de kerst. En dan is het weer druk voor het koor, denk ik. Ja, het zal dan ook wat druk zijn. Ja. Jullie treden regelmatig op? Ja, we waren in Brielle bij het Geuzenfestival. Dat is een korenfestival, eind september. En meteen daarna zijn we begonnen met instuderen van... kerstnummers, een kerstconcert. We gaan er 2 geven. Oké. Okay. En dat is op 8 december in de middag in Brielle. In het kerkje in de Kerkstraat. En op 14 december is het 's avonds in Hellevoetsluis. In het cultuurcentrum. Dat is het oude kerkje daar. Okay. Of dat is Nieuwe Horen eigenlijk. Hellevoetsluis, Nieuwe Horen is het. Ja, maar dat zijn voorlopig de 2 met de kerst zelf niet natuurlijk. Nou ja, dat is lastig, want heel veel locaties die we nodig hebben. We hebben toch een locatie nodig waar je en ook publiek kunt hebben natuurlijk. Ja. En locaties zijn al ver vooruit geboekt. Dus precies op de kerst, dat is nu even lastig in ieder geval. Ja. Dus dan doen we de aanloop naar de kerst. Dan kunnen mensen vast in de sfeer komen. Nou, dat is lekker toch? Ja, helemaal. Ja, ja. Dan zet je natuurlijk je kerstkleding heb je gelijk aan. Ja. Ja, daar gaan we nog even over nadenken wat we aan moeten, maar precies, dat hoort er allemaal bij. Ja. En we hebben dan 1 keer in de middag en 1 keer in de avond. En dat is ook fijn, want niet iedereen vindt het fijn om 's avonds te komen. Klopt, ja. Dus zo is er een keus. Wat heb jij voor stem in het koorgebied? Daar ben ik alt. Alt? Ja. Ja. Dat is lekker hoog, hè?
Nou, het is een middenstem eigenlijk. Middenstem? Ik vind het een hele fijne stem, omdat een alt zingt vaak gewoon de melodie er tegenin. Dus dat betekent wel dat je goed moet oefenen en goed vast je toon moet houden. Maar dat maakt het juist heel leuk om te doen. Ja, we zijn er net al. In het voorgesprekje van 14 leden hebben jullie. Ja. En dan met de kerst moeten er 3 bij komen, anders klopt het niet helemaal. Nou, we wisten al van het is een beetje wankel evenwicht. Hè? Want als je toch wat mooie nummers hebt, die zijn vaak 5 of 6 stemmig soms. Ja. En toen hebben we met elkaar bedacht van misschien is het een leuk idee om er een soort project van te maken. En dat betekent dus dat mensen kunnen aanhaken voor dit project. Hè? Dus die komen dan, die zijn er nu bij. En dan doen ze tot en met het concert mee en daarna zijn ze weg. En dat is best een goed idee, omdat het zangers zijn die vaak dan bij een ander koor al zingen. Oh. Dus die hebben geen interesse om ook lid te worden, dat wordt dan te veel. Maar voor een project kun je dat vaak toch wel meedoen en dat vinden ze ook leuk. We hebben nu 3 mensen erbij en het is net genoeg en het is ook net precies even om dat body te geven. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, en ben je een dirigent ook? Een dirigent? Ja, ik ben geen dirigent. Nee, maar gelukkig niet. Ja, we hebben nee, dat is echt een vak apart. We hebben Martin als dirigent, bevlogen dirigent. Ja? Ja, zeker. En die dirigeert ook bij andere koren? Ja, hij doet heel veel. Hij dirigeert bij andere koren, maar speelt ook goed piano. Dus begeleidt koren ook met piano soms. Ik weet niet precies, maar hij heeft altijd een hele volle agenda. Maar wij zijn heel blij met hem. Okay. Omdat het is gewoon iemand die zijn vak verstaat en die ook gewoon leuk is om als dirigent te hebben. Dat is belangrijk. Dat je met elkaar een soort klik hebt. Hè? Ja. Heb je zelf wel kinderen? Nee, ik heb geen kinderen. Je hebt geen kinderen? Nee. Dus ik kan ze niet doorgeven dat ze moeten zingen. Nee, ik kan niet doorgeven. Ik heb wel 2 nichtjes die heel vaak bij mij zijn, dus die horen wel vaak. Oh, die horen wel vaak zingen. Ja. Nou, het is alleen maar mooi natuurlijk dat je dit kan blijven doen. Want, ja. Van Rotterdam naar Zuidland en van Zuidland weer in de omgeving kijken. Hellevoetsluis. Ja, precies. Nou, het is verrassend hoeveel koren er zijn op Voorde Putten, toch? Ja? Ja. Ja, echte dorpjes en zo, dat is echt, daar hoort het bij eigenlijk. Ja, daar hoort het bij. En wat het leuke is, je leert ook meteen mensen kennen natuurlijk. Weet je, dat is toch ook leuk. Als ik in een koor in Rotterdam blijf zitten, dan blijf ik daar de bekende houden. Ja, ja. Wanneer is je eerstvolgende optreden? Optreden is 8 december. 8 december, om dat 3 is de kerst. Middags in Brielen, ja. Oh ja. Ja. Dus daarvoor is het even alleen maar oefenen? Ja, is alleen maar oefenen, maar heb ik echt nodig hoor. Ja. Het is al een kort dag eigenlijk, dus het is echt wel aanpoten dan. Ja, dan heb jij een glas water, niks verkeerd er dan. Nee. Maar als je hebt gisteravond gerepeteerd, dan heb je de volgende dag, moet je wel even lekker spoelen binnen. Ja, dat geldt voor mij inderdaad, dat ik wel altijd de volgende dag even nodig heb om mijn stem. Dus ik doe mijn best om duidelijk te praten. Nou, dat doe je hoor. Maar om je stem even op gang te krijgen. Ja, dat is, dat geldt niet voor iedereen misschien, maar dat geldt voor mij wel. Ja. Nou, ik wens jou heel veel succes 8 december. En je wordt uitgenodigd. Oh, dus kijk eens aan. Nou, wie weet. Ik zal jullie een kaartje sturen. Oké, 8 december. Ja. En waar is het dan? Dat is de Vrijzinnige Kerkje in Brielen, in de Kerkstraat in Brielen. Oké. Ja. Nou, heel en 14 december nog even. 14 december, s'avonds in Hellevoetsluis, Nieuwenhoorn. Cultuurcentrum. Nou, kijk eens aan. Nou, bedankt voor je komst in de studio. Heel veel succes met zingen. Dank je wel. Neem nog een lekker slokje. Ga ik doen. En we zien elkaar nog wel. Hey, dank beste. Je. Dag.